Zijn we op tv? Is dat SBS 6? Nee, dat is Hart van Nederland. Hart van Nederland, oké. Okay. Hallo allemaal, welkom, hoe heet dat hier ook weer? Werkfeest. Werkfeest, ja. We zijn Werkfeest in Buitenweg. Dag allemaal, het is hier geweldig, goed georganiseerd. Moet u eens kijken daar. Allemaal hele lekkere hapjes gemaakt. Het is toch mooi dat je niet hier allemaal tegelijk opeten. Nee, daar kan niet. Daar krijg je buikpijn van, hè? En het is de bedoeling dat alle kindjes vandaag hier komen uit de wijk en dat we een gezellige middag van gaan maken. Toch? Dag, tot straks allemaal. Alles komt helaas een einde, ook deze fantastische dag. Hè? Ja, vind ik wel jammer. In Zoetermeer, mooi evenement, buurtdag. En ik vond het fantastisch. Wat vond jij ervan? Wow, ik vond het geweldig. Vooral al die demonstraties en dat het zomaar in een buurt ook kan. Hè? Dat kan. Dat zeg maar mensen bij elkaar, dat noemen ze een sociale buurtcohesie. Ja, iets moois maken zo, met z'n allen. Die gooi ik er even uit, hè? Dat je dat even. Ja. Zal ik hem nog een keer doen? Nee, ze hebben het allemaal gehoord. Ja. Jij hebt volwertjes. Oh ja. Nou, mocht je dus zeg maar nu zeg maar nog een vleermuis spotten, dan schijnt dat nogal bijzonder te zijn. Dus dan moet je eventjes hier zo naar. Er staat een adres op. Vleermuisplatform Zoetermeer. Ja, .nl. Kan je een berichtje geven op Facebook, meld of op het de site. Even. En dan vinden ze dat fantastisch, want dan kunnen ze daar een hele studie aan wijden en kijken wat de populatie binnen Zoetermeer van de vleermuizen kan doen. Ja. Toch heb ik dat mooi verteld. Ja, dat is fantastisch. Dat, ik doe dat wel goed eigenlijk. Dit is heel belangrijk, deze. Zal ik mezelf een schouderklopje geven? Ja, oké, goed. Zo. En dan hebben we er nog één. Ja, oké. Nou, mocht je dan zeg maar willen karate, dan heb je hier zo'n hele mooie folder. Deze. En dat is van Tomo no Kai. Dat is even, moet ik even zo laten zien. Tomo no Kai. Kijk er allemaal even op. Ja. Zo. En dan kan je dus opgeven, dus wil je karate doen? Weet je wel, ik heb net hele gevechten gezien vandaag. Nou, het zag er geweldig uit. Maar dan kan je opgeven. En dat is echt leuk. Dat is goed ook voor, niet alleen voor de OEC, maar ook voor de uitgeving. Ja, jij doet het niet, zo te zien. Ah. Maar fantastische dag. En ik zou zeggen, tot het volgende evenement. Ja, dankjewel allemaal. Tot ziens allemaal. Doeg. Dag.